Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgas met Joey. In deze aflevering ga ik remschoentjes vangen, want als je hard wil gaan moet je natuurlijk ook kunnen remmen. Dus, ik zeg jullie... Nee, dit zijn de remschoentjes. Kijk, dit zijn de remschoentjes, oftewel remschoentjes, zoals je ze kan bestellen op websites. Deze ga ik nu vangen van deze Vespa, omdat ze helemaal versleten zijn. Omdat die hartstikke hard gaat, hij gaat wel 80. Dus dan moet je ook goed kunnen remmen. We gaan ze vangen en ik ga je laten zien hoe dat moet. We hebben weer een item over schoenen. En laat je schoenen. Het Xbox. In dit geval van deze scooter moeten we de uitlaat demonteren en dan het achterwiel. Dus ik ga zit gereedschap pakken om de uitlaat te demonteren. En dat doe ik met een Imbus 6 en een Ringsteek 10. Daar gaan we. Was dat vet of niet? Ja, maar laat maar. Die worden. Een verlengstukje pakken. Dan haal het voorkapje los. Oké, dan haal ik de uitlaatmoedje los. Dat zijn deze. In het geval van de viertak. Nu de uitlaat helemaal. Het makkelijkste is als de uitlaat eraf is. Doe je dat niet, dan wordt het al een beetje priegelen en dat is niet zo relaxed. Dus uitlaat eraf is het makkelijkst. En dan nu, in het geval van Piaggio, eventjes de splitpen weghalen, want anders kom je niet bij de wielmoer. Dus ik ga nu een kniptank pakken. Dit is de splitpen, die gaan we loshalen. En dat doe je zo. Kijk goed mee. Goochelen met Volgas met Joey. Het wieltje los. Heel veel mensen gingen ook vragen wat de frittelateur is. Dat is niks. Zo noemen wij het gewoon. Oké, we zijn bij de remschoentjes. Hier zitten de oude. En ik heb natuurlijk een hele goede methode om die te vervangen. Let op. Remschoen. Ja? Ben je er klaar voor? En dan moet je zo meteen knippen. Hè? Ja? Oké. En dat is hem. Het zit erop. Nee, oké, dat is natuurlijk alleen de methode die ik kan toepassen. Ik ga je nu laten zien hoe jullie het kunnen doen. Eén kant doe je er voor de helft in, zo. Dan zit het. Daarna, met deze, zet je hem zo op zijn plek. En dat is alles. Een tikje na. En nu zitten de remschoentjes op hun plek, maar je bent nog niet klaar. Want nu moet je dus eerst de achterremkabel helemaal los terugstellen. Want anders krijgt de achterwiel er nooit meer op. En dan weer opstellen zodat de remdruk de juiste hoek eruit is. Daar gaan we. Oké, dan als eerst het achterste moertje los. Dat is deze. Want dan maak je speling. En dan kunnen we deze terugdraaien. Helemaal terug. Als deze helemaal terug is, dan kan je het achterwiel er weer op zetten. Zo, als hij niet vrij loopt, is de remkabel nog te strak afgesteld en moet je hem nog een stukje losgeven en dan loopt hij wel vrij en dan is het goed. Vervolgens, het wielmoertje erop, zo, met de frittelateur vastzetten. En vast is vast. Wat is dat, voor wie is het? Oh nee, dat is, hey, dat is vet man, laat zien hoor. Ja, oké. Oké, ligt ook weer op zijn plek. Kom, ga ik verder. Wat zat erin? En ruim ik de frittelateur weer op. Vet hè? Ja, dat. En die pen, we gaan verder. Dan een nieuw splitpennetje door de achteras. En als je hem dan inderdaad zo klemt zoals ik net deed, dan rinkelt hij ook niet en dat is fijn. Heel snel, want we hebben nog maar 5 minuten. De uitlaat terugzetten. Ik kijk niet door die bril. Oké, dan. De remschoentjes zijn net vervangen. Dit was het weer voor deze keer bij Volgas met Joey. En we geven 5 keer 2 kaartjes weg voor de autorij. Autorij! 2 keer 5 kaartjes. Dus reageer even onder dit filmpje waarom jij die kaartjes zou moeten winnen. Want dan kan je ze misschien winnen voor 2 personen maar liefst. Dit was Volgas met Joey. Volg ons ook op YouTube en Facebook. En ik dank jullie vriendelijk. Ik zeg jullie rustig. Dat dit wel oude, originele, traditionele rollen zijn.
hebt deze helemaal niet meer.